En ik loop naar de auto toe, want ik heb tv-opnames. Wow. Oh. Dan ben ik weer in mijn mooie park. Oh, sick! Gestikt zelfs! Wajo! Yo, wat up, een hele goede morgen. Jongens en meisjes, dames en heren. En welkom terug bij de vlog. Maar het regent. Gaat regen. Het had de afgelopen dagen gesneeuwd. En nu het regen is, merk ik pas hoe stom ik regen eigenlijk daadwerkelijk vind. En nog iets wat ik stom vind is het geluid. Ik had altijd een microfoon op mijn camera, toen had ik mijn camera gesloopt. Nu heb ik een nieuwe camera en kan ik weer een microfoon gebruiken. Dus nu de vraag aan jullie. Luister eventjes goed naar mijn stem. Vinden jullie dit fijn klinken? Of klinkt dit beter? Ik weet niet wat jullie fijner vinden, laat het maar weten hier beneden. Want eventueel kan ik dus de microfoon weer op mijn camera hebben zoals ik het vroeger altijd had. Geeft iets beter geluid. Een stukje beter geluid, maar het is ook heel anders. Dus laat me even weten wat jullie fijner vinden klinken. Dan kan ik doen wat jullie het best vinden. Ik ga even naar mijn moeder zwaaien, want ik ga weg. Doei moeder. Oh, wow, hoorde je dat? Oké. Doei. En ik loop naar de auto toe, want ik heb tv-opnames. Ik ga naar Zep Live toe, want Zep wilde heel graag wat meer informatie hebben over Jump XL Ede, over mijn trampolinepark. Dus ik heb laatst al een videootje opgenomen daar. Dat gaan ze live afspelen en we gaan samen er even over hebben. Dus super leuk dat ze zoveel vragen hebben naar hoe en wat met het trampolinepark. Als jullie nog vragen hebben, mag je dat ook laten weten in de comments. Want dan ga ik zoveel mogelijk proberen te antwoorden. En trouwens, ja, mijn ogen is nog steeds helemaal blauw, zoals je kan zien. Het was een klein klapje. En ik dacht, ik ga een dag er last van houden. En het is nu gewoon 5 dagen verder en mijn oog wordt alleen maar erger. Dus sorry, het leidt heel erg af. Ik weet het, ik vind het zelf ook vervelend. Maar ik kan er gewoon vrij weinig aan. Allemachtig, moet je kijken hoe hard het regent, gek. Niet normaal dit. Welke maloot verzint dit nou? Kijk deze drempel. Oh, die gaat sowieso op mijn zijkant raken. Wacht. Oh, gaat net goed. Oké, nice. Krijg je dit weggewerkt? Van mij hoeft het niet hoor. Ik wou ook wel prima met een blauw oog. Nee, ik denk dat het wel niet even... Ga wel wegwerken, hè? Ja. Top. Yes, dankjewel. Ja. Veel plezier. Een stuk beter. Oké, we zijn nu in de studio. Ik praat een beetje zachtjes. Nu gaan we het opnemen. Dus ik moet mijn camera even uitzetten, want alle grote camera's gaan filmen. Hey, wat ga je doen? Ik ga even wat salto's maken voor een TikTok. Ready? Boas gaat even wat tricks doen. Komt ie. Oké. What? Wow. Woe! Zo, nog eentje? Ja. Holy shit! Nog eentje dan. Nee! Top. Insane, die gast is goed. Ja, en binnenkort. Wat? Oh ja. Kan jij hem ook doen? Bij je backflip? Ja, allemaal. Nee. Klaas, dit kan jij ook. Ik ga precies uitzien zoals je vader. Dat, maar goed, het is wel leuk. En jij, ook, jij gaat ook langskomen. Ja. Binnenkort gaan we eerst gewoon met z'n allen springen. Ik kan een klein trucje. Ik kan zo eentje. Dus een beetje met handen steunen. Nou, oh, hallo. Dat is best wel sick. Ja. Had ik niet verwacht dat ze nee, ook niet. Wat is dit nou weer? Oké, maar binnenkort, jij woont namelijk echt super dicht bij het park. Ga je langskomen en dan ga je een backflip doen. Fenomenaal. Check. In het kader van de lockdown wil je natuurlijk toch dingen verzinnen om het leven iets leuker te maken. Dus we hebben nu een online polonaise. Kan je gewoon thuis organiseren? Oké, en muziek aan. Ik zie ze links! Ik zie ze rechts! Het werkt niet echt met internet. Maar het plezier van dit doen is eigenlijk al voldoende. Ja, vooral voor ons omdat wij ze uit kunnen lachen. Ja, zo, dat zit er weer op en binnenkort ga ik Klaas dus even een backflip leren. Of tenminste, als dat lukt, misschien een voorover zal. Hij komt binnenkort langs en hij woont dus in Veenendaal. En dat is echt naast Ede. Voor de mensen die niet weten waar Ede ligt, waar mijn park dus is, dat is hier. En hij komt dus binnenkort eventjes langs. Voor nu ga ik even in de auto stappen en ga ik naar het plekje toe rijden. Wat jullie net op de kaart hebben gezien. Oké, ik wil uit mijn auto stappen. Maar er moet hier volgens mij even ergens een putje komen. Oh, het loopt mijn schoen in, En dan ben ik weer in mijn mooie park. Dus ze zijn goed bezig. Ze hebben hier nu de lades ingedaan. Hier komen dus al lekkere chocolaatjes, chipjes, alles te liggen. En ik weet niet wanneer ze deze hebben opgehangen. Wel heel sick geworden. Zilver komt voor het eerst binnen. Toch wel groter dan het op beeld lijkt. Ja? Hè? Toch wel, ja. Ja, nou, loop even mee naar boven. Zilver die heeft natuurlijk alles via de camera gezien, net als jullie. Maar in het echt is het altijd weer anders. Ja, dat is echt wel sick. Holy shit, hé. Holy shit. Zilver is hier voor het laatst geweest, dat was denk ik 1,5 maand geleden of zo. Toen was alleen die trampoline. Toen was oprecht alleen de Valo Jump trampoline er nog. Dus je mag ze uit gaan testen. Yes. Yes. Oké, en we lopen even het park in. Nog steeds hebben we al deze blokken hier staan, want de foampit moet een beetje inklinken. Je ziet al dat die eerste echt boven de foampit uitkwam en nu een beetje normaal is geworden. Dus we gaan er vandaag nog even heel vaak in springen. En dan kunnen we nog wat blokken erbij gooien. Want hier is die echt alweer best wel laag geworden. Hoe vrij confronterend, of niet? Tandjes heen. Vooral als ik mezelf dan nu zie dat ik het verschil zie dat ik daar zit. Maar dit is niet eens gefotoshopt. En zo zag ik er ooit uit. Dat ik daar dan best wel knap ben vergeleken met hoe ik er nu uit. Ja, ik heb nu make-up op, dus nu ben ik ook heel mooi. Puur de belichting hoor. Ja, puur de belichting.
Ja, stiekem is het allemaal gefotoshopt. Zilver, de nette schoonspringer. Wat geen schoonspringer is, want dat is naar water. Oh ja, nee, laten we even rustig beginnen anders, joh, met een dubbel. En dit wilde ik nog heel graag doen en dat heb ik nog niet gedaan. Vanaf hier een salto daarin. Sick. Hoppakee. Ja, die netjes. Ja, ik moet alleen wel de foampit nog weer bijvullen, want hij is een beetje te leeg. Laten we dat eerst doen, want anders maken we onszelf dood. Ja, cool. Oeh, Zilver, kijk eens. Jouw haar is echt tering statisch. Wow. Ik doe hem één keer normaal gewoon een sprong. Woe! Lekker hoor. En dit is wat het kutste moment eruit komen. Ja, meteen weer die camera. Ja, tuurlijk. Is dit er al meteen weer die camera? Bam! Nu laat zien dat ik het wel kan. Moet je snel of langzaam? Achteruit is het best. Ho, ho. Hij rolt de hele tijd achter je weg, maar het lukt wel. Maar kijk, het is super makkelijk, want je hebt precies die twee lichtsporen. Als je voeten daar tussen zet, dan val je niet. Want de twee lampen hangen precies even ver, dus je hebt precies een middenlijn. Smart, hè? Nou, nu rennen. Oh! Netjes, netjes. Oké, ik heb weer een heel dom idee bedacht. Mijn idee is... Gisteren sprong van die naar die, maar nu van die naar die. Dus je moet ronddraaiend ding afzetten. Doe je mee? Moet ik filmen? Nee, vraag wie meedoet. Oh, het is te doen. Ik denk wel dat zeg, ik denk dat je hem best wel kan halen. Oh. Oh! Sick! Gestikt zelfs! Holy shit, maat! Zilver, één keertje proberen. Eén keertje. Eén keertje. Lekker jongen! Dat was de bedoeling, dat was de bedoeling. Oh! Nou! Hij nou! Is volledig af. Dit kan je wel. Rode god, midden aan de zwarte. Oh, kut. Oh. Zag je dat? Ik zei net in de camera. Oh, ik zei trouwens, de rode rolt meer dan de zwarte. De zwarte rolt veel beter dan de rode. Dus je stond op de verkeerde. Ik zou vanaf die afzetten. Die is rolt het minst. Oh, ja hoor. Ja, die wil ik ook niet terugzien. Je dacht ook, de recht bovenop landen is een goed idee. Ja, ik leef wel. Ik ga de airbag even aanzetten en ik ga jullie even meenemen. Ik ga jullie niet leren hoe het moet, maar ik ga jullie wel leren hoe het moet. Een kwartier lopen verder onder het park door, heb ik de pompen gevonden. Ik zal het weer even zoeken. En hier heb ik echt twee soort bomdoosjes staan. Hier zitten de kabels in. En ik vind dit altijd heel awesome voelen. Alsof ik echt een nuke afschiet. Boom, boom, boom. Allemaal aan. En dat is iets super moois wat we hebben. We hebben een van de stilste airbags die er op de wereld bestaat. Wat moet je horen? Je hoort het gewoon bijna niet. Je hoort alleen nog een beetje muziek vanaf daar. Maar je hoort eigenlijk geen airbags. Kijk, ze worden al wat voller. En ik vind dit zo satisfying dat ze zo netjes langs de rand komen te liggen. Het is er gewoon perfect ervoor gemaakt. Oké, Zilver. Ja. Ben jij stoer of ben jij super stoer? Is er nog een derde optie? Precies. Mega stoer. Ligt eraan wat je volgende vraag gaat zijn. Nee, ik wil eerst dat je deze beantwoordt. En daar beantwoord je ook de volgende vraag mee. Ik ben wel stoer. Niet super stoer? Nee, ik ben bescheiden. Oké. Ja, kijk, wat de superstoere. Nou, we hebben hier een mooie toren. En we hebben de stoere kant, dan spring je vanaf het hekje deze kant op. En de superstoere kant, spring je van het hekje die kant op. Oh, sick. Ja, dan doe ik eerst de stoere en dan misschien de superstoere. Misschien. Dit is trouwens iets wat jullie nooit, nooit, nooit na mogen doen. Als ik één van jullie überhaupt al dat hekje aan zie raken, dan stuur ik je eruit en kom je nooit meer terug. Maar omdat wij hier nu zijn onder supervisie, van mezelf, maar buiten openingstijd kunnen wij dit doen. Dus alsjeblieft, als je ooit in een park komt, luister naar de regels, doe die na. Want en het is gevaarlijk voor jezelf, het is gevaarlijk voor anderen en het mag gewoon niet. Zo simpel is het. Ik word altijd zo zenuwachtig van die camera's hier. Bling, bling. Zit ik al heel veel te twijfelen of ik het ga doen of niet. En dan... Maar spring eerst gewoon een keer daarin, dan voel je een beetje hoe hard zo'n airbag is. Vrij zaag. Laat ons zaag. Zilver wil graag een salto hier nu. Ik denk niet op je hoofdland. Ja, dat was ook niet eens een salto, dat was een soort zijwaarts koprol. Ik denk dat het ook kan, jij het ook kan. Zal ik eens proberen? Gari. Nee, het kan wel. Je moet hem kunnen landen, vind ik. Ja, het moet wel kunnen, maar het is wel lastig. Zal ik hem één keer voor doen anders? Nee, doe maar voor. Wow, hij was wel beter dan die van mij. Ik ben echt helemaal moe. Ja, mijn conditie is zo slecht geworden. Oh, zie je? Het is echt moeilijk om te landen. Ja. Maar nu is dat sprongetje dus. Ja, want je bent een beetje af aan het leiden. Ja.
Wow, yo! Dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Bommetje! Plan van vandaag. Ik ga mezelf doodmaken. Ik ga een salto hierop doen. Alleen, je zit metaal in. Oh, dat ging verbazingwekkend goed. En deze trampoline is normaal bij het trampolineparken helemaal kak, maar laat zien zilver. Oh, joh. Hij is zo goed, het is niet normaal. En zilver is altijd goed in dubbels, dus ik ben benieuwd wat er gaat komen. En toch, naar een airbag ben je altijd sloom ofzo. Ja. Ik heb dat ook, altijd naar airbags val ik. Ik ga te draaien. Appakee. Nog iets doen? Nee. We zijn weer bezig met de ronddraaibalk. En we doen de koprol. Jij me voor? Oh, hij was wel redelijk dichtbij. Oh, bijna. Ja. Oh. Oh shit. Oké, nu van hier. Oeh, huh? Ik had gewoon moeten gaan staan. Ja. Ja, ja. Hoppakee. Zal ik even gatingtje poppen? Oh. Oh, dat ging. Oké, we hebben alles en we gaan er weer vandoor. De bar gaan ze volgens mij morgen aan verder. Hij is al best wel klaar. Maar ze gaan nu even alle stopcontacten zo aansluiten, want die zitten hier en die, dat zijn nu gewoon gaatjes. Hier zitten allemaal van die mooie dingen al weggewerkt voor de computerkabels en zo. Ze hebben wel overal over nagedacht. Goed gedaan. En ik ben weer thuis en morgen om 10 uur moet ik weer in Ede zijn. Dus ik zie jullie morgen om 10 uur in Ede. Doei! Gaat goed? Dat was veel minder fijn dan dat je dacht, hè? Yep.